zijn hier bij een pilot walstroom om te kijken of we mobiele walstroominstallaties werkend kunnen krijgen op een schaalgrootte die weer een keer groter is dan dat we dat eerder hebben gedaan aan de parkkade. We hebben het hier gedaan met schepen die ook hun kranen kunnen gebruiken, hun luiken kunnen sluiten en volledig nu op batterij gedreven kunnen walstromen bedrijven. Walstroom moet een ambitie zijn van ons allemaal. En dat is het gelukkig ook. Mobiele units is weer een stap in een goede richting. En ook nog om verder te leren hoe we de walstroom kunnen fine-tunen. De Europese Unie die heeft een nieuwe wetgeving. Boven de 5000 GT, even uit mijn hoofd, is gewoon vanaf 2030 verplicht. Als je je kader wil aanpassen, dan zul je nu, volgend jaar of het jaar daarna, moeten beginnen. Anders ben je te laat. Als havenbedrijf Rotterdam doen we dit samen met Zero Emission Services, die de walstroomtechnologie in grote mate hebben geleverd. Met Cargo W, de reden die de schepen ter beschikking heeft gesteld. En we doen dit allemaal op de Steinweg Terminal. De omgeving, daar komen steeds meer mensen te wonen van de haven. Dus geluidsoverlast, stankoverlast, dat wordt steeds minder geaccepteerd. Dus die walstroom is ook gewoon belangrijk voor het voortbestaan van alle activiteiten die we hier hebben. Klimaat, luchtkwaliteit, geluid, verduurzaming van het product met één oplossing. Dat is toch geweldig.